Ja, van harte welkom terug in de studio bij de alternatieve programmering in verband met het aflassen van de optocht in Boemeldonk. Mijn naam is Bram en naast mij zit Frank. Frank, kun je ons nog één keer voor de mensen die net in starten vertellen hoe het nou precies gekomen is tot het aflassen? Kort gezegd is de optocht in Boemeldonk afgelast vanwege de weersomstandigheden. Te harde windstoten in combinatie met regenbuien. De regenbuien zijn met name in de vroege ochtend geweest. De windsnelheden lopen in deze middag in Prinsenbeek behoorlijk op. En dat heeft de bak doen besluiten om de optocht geheel af te lasten. Geen jurering toe te passen. En dat is ook een terechte brede gedragen beslissing door de clubs. Ja, want we hebben net al wat reportages gezien. Als u hier al wat langer meekijkt, dan heeft u dat ook gezien. Niet alle wagens hebben bijvoorbeeld de nacht al overleefd. Ik heb zojuist begrepen dat er wagens op dit moment echt wel slecht aan toe zijn. En dat is ook een van de redenen waarom er besloten is om het niet op een later tijdstip alsnog uit te voeren, toch? Exact, exact. Ze zijn behoorlijk beschadigd geraakt. Daarbij zijn er logistieke problemen. Waar kunnen de onderdelen gestald worden? Om dan de wagens weer in elkaar te zetten. Dus wagens bij die helemaal opgebouwd zijn uit misschien wel 20 onderdelen. Ja, dat krijg je nooit meer zo in elkaar zoals je het de eerste keer in elkaar hebt gezet. En ja, dan is het momentum is over. En ja, dan moet je wel een beslissing nemen en zeggen van ja, dan gaat hij maar helemaal niet meer door. Ja, en het is een vrij zware beslissing, want de optocht in Prinsenbeek, dat is wel het ding met carnaval, toch? Ja. Ja, dat is het ding waar we enorm trots op zijn. De kastelen op wielen in Boemeldonk. Dat begint eigenlijk van jongs af aan. We hebben gisteren, godzijdank, wel de kinderoptocht gehad. En die kinderen die worden eigenlijk al op de basisschool opgeleid middels een scholenproject. En daar zie je al kinderen van 6 jaar bezig met hun eerste creaties. Dus dat is een levensomvattend iets, dat die optocht in Boemeldonk. En daarom doet het ook de mensen zoveel. Die zo spreekt, want het maakte bij mij een behoorlijk indruk. Zeker toen ik het nu terugzie, dan denk ik, ja, er is eigenlijk niemand overleden. He, dat is nog veel erger. Ja, zo voelt het wel een beetje. Ja, ja, en zo kan het er mij over. En denk, ja. Ja, nou ja, zo moeten we het ook allemaal niet meer uit gaan leggen. Maar ik wil maar wel onderstrepen van het gevoel wat er wel geleefd heeft. Want ja, de tranen zie je bij sommige mensen echt in de ogen. Ja. Precies, en gelukkig hebben we daarom de kans gepakt om een aantal van deze wagens aan jullie thuis alsnog te laten zien. In een aantal korte reportages. En als het goed is, staat er eentje klaar met Chris. Mensen vanuit de studio zijn we weer in Boemeldonk. En we staan hier bij weer een uitgewaaide wagen. En we staan hier bij welke carnavalsclub? CV Gano. Ja, en hoe is het bij jullie binnengekomen allemaal? Ja, dit wil niemand natuurlijk. Nee. Het is, dit weet je niemand. Maar het is nou eenmaal zo, dus we hebben het er maar mee te dealen. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Ja, dik een half jaar, zeg maar. Vanaf augustus allemaal, hè? Ja. En hoeveel zijn jullie? Een mannetje of 30 ongeveer. En daar een fanatieke groep van ongeveer, van de 5 tot 10 man ongeveer. Okay. Wat gaat er nog gebeuren met de wagen? Ja, helemaal niks. We hebben gehoord dat er niet meer gejureerd wordt. En woensdag dan moeten we hem gewoon weer afbreken als de weer het toelaat. En wat gaan jullie nog doen vandaag? Ja, we gaan nou maar extra bier drinken in het café, denk ik. De verboederingsfeest is er vanmiddag, hè? Ja, als het goed. Nou, we gaan maar afscheid nemen van dit vreselijke weer hier zo. Maar ik wil wel zien dat jullie... Wat was jullie thema trouwens dit jaar? Boemeldonk 75 jaar vrij, daarop drinken wij. Oh, we vallen niet bijna weg, joh. Dus daar drinken wij op. Wij gaan langzaam... afscheid nemen hier zo, want dan waaien ze wel weg. En we gaan weer terug naar de studio. En bedankt voor alles. Ja, er is vrij weinig van die wagen overgebleven, hè? Ja, Gano was een van de voorbeelden waarin je kunt zien dat het in een paar uur tijd helemaal teniet gedaan wordt. Laat ik het zo maar noemen. Het papiermaché eraf. En ja, dat was niet meer toonbaar. En daar wil je als club zijnde ook niet mee door de straat heen gaan. Als je een beeld hebt van jezelf om op een ander niveau te acteren.
Precies, maar de grote optocht gaat niet door. Er is vanmiddag om 3:00, dat is nu trouwens bezig, in de Drie Linden een alternatieve soort feest, verbroederingsfeest. Ja. Welke andere activiteiten, want er gaat ook natuurlijk een heleboel wel door, kun je nog steeds beleven in Prinsenbeek op dit moment? Ja, ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen met alle zekerheid of alle activiteiten allemaal doorgaan in de komende dagen. Maar Prinsenbeek die heeft een tal van activiteiten. Dat begint op woensdag met het Van Alles Wabbal voor een carnavalsfeest voor allerlei mensen die op een of andere manier moeilijk carnaval kunnen vieren. En tot aan als woensdag. En wij hebben daar een lampionnenoptocht bij. En zo komen er een tal van activiteiten nog wel voorbij. En daar is de bak keihard aan het werk om die alternatieve programmering, zoals wij bij Baroniet TV ook hebben gedaan. Het moet allemaal maar geïmproviseerd worden met alle vrijwilligers die we hier ook hebben. Moeten zij dat ook doen. Ja, precies. En dan hopen dat voor de komende carnavalsdagen het weer iets beter wordt. Ik heb begrepen dat ook de volgende video alweer voor jullie klaar staat. Ja, we zien hier lopen hier op straat. Er gebeuren heel leuke dingen. Loop maar even mee. Hallo allemaal. Wij van Baroniet TV. Wat zijn jullie... ze lopen allemaal weg. Wat gaan jullie doen? Nou, we zijn aanhangmeelopers en alle gezellige mensen die eigenlijk de optocht mee zouden lopen. Dus om de mannen een hart onder de riem te steken, gaan we nu toch een feestje bouwen met ballonnen voor onze circus. Oh, wat leuk zeg. Maar is het toch een verrassing? Of? Ja, het is een verrassing. Ze weten van niks. Zover ik weet is het een verrassing, maar daar gaan we nu achter komen, denk ik. Oh, hartstikke leuk zeg. Nou, ik waardeer dit heel erg. Dat jullie toch weer verbinden met elkaar. Heb je nog een strijdkreet of zo? Ja, we hebben iets van die. Hebben wij een strijdkreet? Die ballonnen. Nou jongens. De strijdkreet, wat is dat? Ja, het circus komt eraan. Wat? Het circus komt eraan. Het circus komt eraan. Het circus komt in een lange stoet. Dat is iets wat je meemaken moet. Dansen gingen we door de straat. Ligt het klaar op acrobaat. Aan de kant op schuif maar aan, het circus komt eraan. Komt in een lange stoet, dat is iets wat je meemaken moet. Dansen, drinken, door de straat, zingen, klang op acrobaat. Ja, dat is een surprise voor jullie. Of was het een surprise? Sorry? Is het een surprise? Ja, dat wisten we niet. Nee. Dat wisten jullie niet, hè? Een leuke verrassing. Ja, dat is echt een surprise. Dit was even een tussendoortje. Hartstikke leuk. Een hart onder de riem voor de mannen. En je ziet het, ze worden toegezongen om dit carnavalsfeest van Boemeldonk toch te doen slagen. En wij gaan weer terug naar de studio. Ja, welkom terug in de studio. Mocht je net zijn ingeschakeld, dit is de alternatieve programmering in verband met het annuleren van de grote optocht in Boemeldonk. Vandaag laten we in korte reportages toch nog een beetje zien van wat over is van de wagens. Frank, je vertelde al dat de stemming vanochtend nog heel erg bedompt was eigenlijk. Maar je bent hier, nou denk net anderhalf uur binnen. Hoe was de stemming toen jij wegging uiteindelijk daar? Nou, die werd al een stuk beter. En je ziet het aan de vrolijke ballonnen en het liedje waar toch de handschoenen weer mee opgepakt wordt. Dat is weer om aan het slaan. En dat zie je ook vaak na een prijsuitreiking. Dan is er soms een teleurstelling van een niet behaalde prijs. Maar heel snel al slaat dat weer om van jongens, ja, het is niet anders. Life goes on. En zo simpel is het ook natuurlijk. En gelukkig zie ik al de eerste tekenen van herstel, laten we het zo maar noemen. Ja, want je ziet dat er al hartstikke leuke initiatieven worden uitgevoerd. Ja. Zie je daar al meerdere die op een creatieve manier er dan toch nog een eigen feestje van proberen te maken? Zeker. Gisteren is tot 's avonds laat, heb ik wel gemerkt, een feest geweest op de industrieterrein De Lind.
Daar zijn een 200-tal, misschien wel 300-tal bouwers samengekomen. En die hebben een geweldig feestje samen weggezet. En dat werd op een gegeven moment zo enthousiast groot, dat ze op een gegeven moment ook hebben kunnen moeten zeggen van ja, tot hier en niet verder. En gelukkig hebben ze op tijd daar ook weer op een juiste manier mee om weten te gaan. En zijn ze op tijd gestopt en een feestje op een waardige manier afgesloten. Helemaal goed. Ik hoor dat we een live verbinding hebben met de Drie Linden, waar het verbroederingsbal is begonnen. Eens kijken, want als het goed is, is Chris daar. Ja. Ja, en we zijn hier live vanuit Boemeldonk. Daar staan we met z'n allen. Drie Linden. In februari 2020. Ik wil uit de grond van mijn hart iedereen bedanken die ons heeft gesteund vandaag. En namelijk mijn medezus hier hebben. En ik wil voor jullie met z'n allen een toebedanking maken voor alle respect en mooie woorden die hebben wij mogen ontvangen om dit zware besluit te moeten nemen. Maken samen met de Zimkes. En ik moet één iemand in het bijzonder danken, en dat is Edgar Waterlander, want mede dankzij steun en zijn organisatie kunnen wij dit hier allemaal regelen. Ik wil een geweldig applaus voor Edgar. Want hij heeft het net zo hard nodig als jullie allemaal. Onze eigen Prins Karel de Vierde Waterste. Ja, beste Boemelonkers. Afgelopen donderdag stonden we in de kerk met heel veel van jullie en iedereen achter mij. Toen heb ik gesproken. Toen heb ik ook gesproken dat carnaval een prachtig feest is. En carnaval is een feest met een lach en een traan. Nou, gelachen hebben we al en die tranen zijn ook gelaten. Want helaas, het kon echt niet anders, die optocht, die kon niet doorgaan. Ik mocht gisteren bij de vergadering zijn van het bestuur met de A- en de B-clubs. Dat was een, ondanks het slechte nieuws, een heel mooi moment. Want daar werd al heel veel respect naar elkaar toe uitgesproken. Het kon niet doorgaan, het kon echt niet doorgaan. Gisteravond ben ik op de Lint geweest, ben ik even bij alle wagens die daar staan, lekker op bezoek geweest. Mensen, lekker, ik ben op bezoek geweest. We hebben elkaar geknuffeld, we hebben elkaar gesproken, we hebben elkaar aangekeken. We hebben een traan gelaten. Het was een heel mooi moment, want ook als het slecht gaat, dan ontstaan er hele mooie momenten. En zo'n moment was dus gisteravond. Een prachtig moment met al die clubs, niet alleen op de Lint staan, maar ook clubs die van ergens anders naar de Lint toe kwamen om samen met elkaar gewoon even bij elkaar te zijn en even elkaar vast te houden. Vanmorgen was er weer zo'n mooi moment, triest moment, maar ook een mooi moment. Weer die vergadering met die A- en die B-clubs. Het respect overal weer van de bak naar de wagenbouwers, van de wagenbouwers naar de bak. Want zij respecteren deze beslissing. En ook de D, de C en de E natuurlijk. Voor hen is het ook een enorme deceptie. Ik loop zelf al jaren in de optocht. Ja. Ik doe dat speciaal, want het gaat de Prinsenbeek, Boemelonk, over de wagens altijd. Maar zonder die D, die C en die E is je optocht ook zomaar een stoet met wagens achter elkaar. Wel hele mooie wagens, maar de zuur die komt er vaak van die groepen en van die duo's en de individuen.
En ook zij hebben heel veel werk besteed aan de creatie. Ik weet hoe het is, ik loop al 44 jaar optochten. En als je dan niet doorgaat, dan baal je echt als een stekker. Dus ook CDE, voor jullie een heel groot applaus. Voordat ik zo meteen nog een klein ding ga zeggen, wil ik eerst eventjes nog aankondigen. Onze burgervader, die toch maar even de moed heeft genomen, ondanks dat het niet doorgaat, om hier ook ons als bak een hart onder de riem te steken. Dus Paul de Pla, ik weet niet waar je bent. Ja, even een applaus voor Paul de Pla. Dankjewel, Prins Kaaf. En wat mooi om hier te zijn op dit vervelende moment en trieste moment. Afgelopen januari ben ik samen met de dankbaarste wethouder van carnavalszaken ook wezen kijken bij die bouwers. En natuurlijk, ik ben elk jaar met vol trots en vol plezier naar de optocht hier in Boemendonk geweest. Ik neem gasten mee om te laten zien, als je echt een mooie optocht wil zien in Breda, als je een echte mooie optocht wil zien in Brabant, als je een echte mooie optocht wil zien in Nederland, dan moet je naar Boemendonk komen. Want daar is de optocht. Een van de mooiste optochten die we kunnen voorstellen. Vandaag ook speciaal mensen uit Spanje. De Vuelta wordt georganiseerd. Wij zijn komen zien hoe we een feestje kunnen bouwen. Kom dus naar Boemendonk, want hier zie je hoe een feestje wordt gebouwd bij carnaval. En dan toch gaat het niet door vandaag. Wat ongelooflijk ballen moet dat zijn van al die mensen die hebben uitgekeken om hun creaties te laten zien. Om te laten zien hoe mooie wagens ze hadden gebouwd. Om te laten zien hoe mooi ze de gemeente Breda op dag zou willen nemen. Al die mensen enorm balen, maar enorm veel respect dat je hier bij elkaar staan. En één ding weet ik zeker, 1 jaar gaat het misschien niet door, maar carnaval in Boemendonk, en voor 1 jaar gaat de optocht niet door, want carnaval gaat gelukkig wel gewoon door, maar die optocht in Boemendonk, die blijft de optocht van Boemendonk, waar heel Breda super trots op is. Dank voor jullie inzet, dank voor jullie betrokkenheid, en laat zien dat carnaval in Boemendonk een carnaval is, waar we met z'n allen kunnen genieten. Dankjewel. Dankjewel met de plan van deze mooie woorden. Ik ga het even zeggen, respect voor iedereen wat er vandaag gebeurd is. Wat er ook hier weer gebeurd is, dat die zaal vol staat. Dat dit hier gewoon even geregeld is. Dat kan eigenlijk alleen maar in Boemendonk. Wij gaan een paar nummers doen voor jullie. Dan gaan we lekker de zaal inkomen. De Raad 12 komt jullie de zaal. En ik leid aan chronisch carnaval. Ik heb er last van, ik leid aan chronisch carnaval, maar ik heb er... Het is niet zo heel erg. Mijn Prinsensuite is van chronisch carnaval. En Hofkapel gaat er spelen. De Raad 12 komt de zaal van de Polonaise. En ik ga gewoon vier dingen. Ik hoop dat de zaal vol blijft. Maar chronisch carnaval, want dan leiden wij met z'n allen aan hier in Boemendonk. Hofkapel! Welkom terug. Dit waren de live beelden vanuit de Drie Linden, waar het verbroederingsfeest op dit moment gaande is in verband met het aflassen van de optocht. En er zijn in Brabant bijna geen optochten doorgegaan, denk ik, door het weer. En er zijn honderden bouwverenigingen, loopgroepen die vandaag eigenlijk een beetje een verdrietige dag hebben. Hoeveel deelnemers, of in ieder geval hoeveel groepen zouden er eigenlijk meelopen in Boemendonk vandaag? Er zouden in totaal 66 deelnemers zijn. Daar komt de bak voor Boemendonk met hun prinsenwagen ook nog bij 67. En ja, dat is elk jaar een 2 uur durend mooie stoet. En de prins heeft het juist verwoord. Niet alleen de wagens, hè? Ook de C, D en E deelnemers. En daar doelt hij dan op. De C zijn groepen, loopgroepen. De D zijn duo's. En E zijn individuele deelnemers van de optocht. En dat noemt men in Boemendonk altijd de krenten in de pap. Ja, dus de pap kan lekker zijn, maar dat is net dat vleugje wat zij brengen. En ook zij zijn de dupe, want zij hebben ook kleren gemaakt, creaties gemaakt, et cetera.
Maar hoe het daar verwoord wordt, wordt het denk ik op de juiste manier verwoord. En maakt indruk. Mooi, denk ik. Ja, want we zagen net inderdaad de beelden van de drie linden. En je merkt dat daar de sfeer... Het is vrolijk, maar het is toch een beetje opgelaten. Want gisteravond kregen we natuurlijk al te horen dat het niet doorging. Maar er is dus ook geen jurering aanwezig. Nee, totaal geen jurering. Normaal gesproken worden de wagens... En alle deelnemers, moet ik zeggen, op twee punten gejureerd. Helaas dit jaar niet. Ze hebben gezegd, joh, de wagens zijn dusdanig beschadigd. Wij kunnen geen eerlijke jurering meer toepassen. Je hebt wagens gezien die totaal weggeslagen zijn qua papiermaché. De techniek om alles te bewegen kan niet opnieuw aangesloten worden. Alles is nat, alles gaat kapot, laat ik het zo maar noemen. Ja, dan heb je ook geen eerlijke rangschikking meer. En dan zeggen clubs van ja, dan kan je wel mij eerste of tiende zetten, maar wat heeft het voor waarde? Ja, laten we dan zeggen, we dragen het verlies gezamenlijk en we doen een jaartje niet. Ik hoor dat we ook alweer beelden van een paar wagens hebben klaarstaan. Dus laten we gaan kijken. Ja, en we staan hier deze keer bij de volgende wagenbouwers. En jullie zijn van? Wij zijn van CV De Leutlaaiers. De Leutlaaiers. Hoe is het begin bij jullie binnengekomen? Dubbel. Ergens zag je de voorspellingen de hele week al aankomen. We hebben allemaal de Bayerader apps. Ja. Maar ergens blijf je een sprankje hoop houden. Hè? En dan hoop je dat het doorgaat. Maar, we zijn ook gewoon doorgegaan gisteren tot het bericht kwam van het wordt niet gereden. Ja. Zijn we gewoon blijven opbouwen, show geoefend, de figuranten erop gehad. Dus niet zo onvoorspelbaar als het weer. Hè? Precies. Dus toch ook tegen beter weten in misschien. Maar we gaan gewoon door. En toen hoorden we dat niet doorging. Ja, nou, dan is het gauw afgelopen. Ja. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest nou? Wij beginnen meestal de week na het corso met het opruimen van onze nishut. Wij bouwen een nishut en toen zijn we begonnen met de constructie. Dus vanaf half september zijn we ongeveer bezig geweest. Jeetje zeg. Wat gaat er mee gebeuren eigenlijk? Wij gaan proberen zoveel mogelijk op te slaan in kassen, loodsen. Dus hebben de mensen een plekje over, dan mogen ze altijd bellen. En dan gaan we het volgend jaar gewoon nog een keer proberen. Want we willen onze wagen graag laten zien zoals we hem bedacht hebben toch. Dat kan gewoon. Ja. Tenminste, we hebben nog niet gehoord dat het niet mag, gelukkig. Dat is iets anders, hè? Ja. Er is heel veel aan beschadigd, want ik zie dat er een hele hap uit is. Want wat was jullie thema nou ook? Wij bouwen het Circus Komt, Circus Serpentini. Met mensen op eenwielers, jongleren, alles erop en eraan, ballonnenclowns. Ja. En dit is een van de wagens die je hier ziet. We hebben vier wagens gebouwd. Drie daarvan zijn al naar een opslag gegaan vanmorgen. Oh. We hebben met de kraan... Alvast onderdelen er afgehaald. Hebben ze het overleefd? Die hebben het overleefd. Al wat schade qua plakwerk, maar dat is goed te herstellen. En dit is eigenlijk de dierenwagen die je nog ziet met de leeuw. De olifant is er ook al af. Ja. Maar dat zou het gaan worden eigenlijk. Nou, we gaan het zien, hè. Wat gaan we nou doen? We gaan nou eerst voor de mensen die hebben meegeholpen, die vandaag mee zouden lopen, gaan we een klein feestje geven. En om ze te bedanken toch voor alle moeite die ze erin hebben gestopt. En vanmiddag is er met alle clubs in de Drie Linden en centraal in het dorp een verbroederingsfeest om elkaar even te zien, te spreken. Het is goed dat ze dat doen, hè? Ja, zeker. Gewoon samen afsluiten. Dat is, samen het verdriet verdrinken. Ja, dat is Boemondok, dat is carnaval. Ook samen verbroederen en zeggen van nou jongens, volgend jaar weer. Dan doen we het nog beter, nog groter met z'n allen. Nog mooier en nog meer publiek. Ik ga volgend jaar een grotere worst dan Klara aanbieden, hè? Droge worst. Droge worst. Droge worst. Nou, in ieder geval met deze mooie woorden van jullie. Heel veel plezier nog vandaag, ondanks dit allemaal. Zeker goed. En wij gaan weer terug naar de studio. Ja, welkom terug in de studio. Als u op dit moment inschakelt, kijkt u op dit moment naar de extra programmering in verband met het aflassen van de optocht in Boemeldonk, die normaal op dit tijdstip zou plaatsvinden. Het zal jullie niet zijn ontgaan. Het waait ontzettend hard en bijna iedere optocht hier in Brabant is afgelast. Dat komt door de wind. We willen niet dat de karren omwaaien of kapot waaien. Maar veiligheid staat altijd hoog in het vaandel, hè? Zeker. Veiligheid boven alles. Er is godzijdank er nooit iets gebeurd bij ons in Prinsenbeek. Dat een onderdeel naar beneden is gekomen en op iemand terecht is gekomen, et cetera. Veiligheid staat boven alles. Als de ontwerpen gemaakt zijn van de wagens, dan hebben wij een zogenaamde bouwadviescommissie die de wagens gaat bekijken hoe constructief hij opgebouwd gaat worden. Er worden berekeningen aan ten grondslag gelegd, stabiliteitsberekeningen heb ik het dan over. Om te kijken van, joh, hey, bij een bepaalde winddruk
wat kan die wagen hebben? Moet je niet meer ballast onderin leggen, et cetera? Dat is zomaar een adviescommissie, zomaar een klein rad in het grote geheel wat de BAK, de Beekse Algemene Carnavalstichting, is. Die bestaat uit misschien tientallen commissies. En iedereen heeft daar zo zijn rol in. En dat maakt het ook zo uniek. We doen het samen. Dat zie je aan de beelden, net uit de Drie Linden. Dat is echt een geweldig onderdeel. En ik hoor heel vaak, ook op mijn werk, soms boven de rivieren, et cetera, ook carnaval, en dat is niks voor mij, want dat is bier drinken of ik zie daar een leuke vrouw staan, daar ga ik op af. Dat is in Boemeldonk niet. Ja, tuurlijk, er wordt een pilsje gedronken. En als er iemand leuks ontmoet wordt, ja, daar kan er iets uit ontstaan. Maar de hoofdmoot in Boemeldonk is trots zijn op wat je creëert. Op zondag, op zaterdag, de kinderoptocht. Weten dat carnaval in Boemeldonk meer is dan alleen maar de simpelheid van een biertje drinken. Precies. Daar wil ik zo meteen nog veel meer over horen. Maar op dit moment staat de volgende clip alweer klaar van een van de bouwers. Ja, en hier staan we nou bij de Apenkoppen. Ja. Hoe is het bij jullie vergaan? Het bouwseizoen ging goed en tragisch wat er is gebeurd. Dat vinden we heel jammer. Ja. Het is, je bouwt zo lang aan zo'n wagen en dan gebeurt er dit. Dat wil natuurlijk niemand. Dus, Hoe lang zijn jullie aan het bouwen geweest? Eind augustus, begin september zijn we eenmaal echt begonnen. Oké. En is er veel beschadigd met de weer? Het valt nog mee. 2 uur geleden was er nog niks beschadigd. Maar als de winter eenmaal is, dan is weg. Hard, hè? Wat gaan jullie er verder mee doen? We breken een woensdag af en we bouwen volgend jaar weer gewoon een nieuwe wagen. Oké. En wat gaan jullie allemaal nog doen vandaag, na dit slechte nieuws? De BALK die heeft besloten om 3 uur gaan we een verbroederingsfeest met alle clubs organiseren. Dat is een afterparty wat normaal wordt gehouden. En dan gaan we met z'n allen naartoe 3 uur. Oké. Zullen we eens even gaan kijken samen naar de wagen, want jullie zijn allemaal bouwers, hè? Allemaal vanaf het begin erbij, want hoe lang bestaan jullie nou? 10 jaar. Hoeveel? 10 jaar. 10 jaar. En jullie zijn allemaal al als kleine jongens bij? Ja, groep 4. Begint het vriendengroepje en dan groeit uit tot een echte club. Echt waar. En elk jaar, en wie maakt de tekeningen, de ontwerpen? Dat heeft iemand van de Japjuinen gedaan. Ja? En Thijs Sjoersma heet die. Oké. En dan zitten jullie samen rond de tafel van zo gaan we bouwen. Ja, wij zeggen wat we willen en hij maakt het op papier. En je hebt ook altijd de vaste plek waar je kunt bouwen? Ja, dat is altijd hier in de postbaan geweest. Oké, dus mooi werk allemaal. Ja. Wij gaan even een rondje lopen met jou samen. Kijken wat we allemaal zien hier zo, want kijken wat er allemaal beschadigd is. Hier moet ook een kop op, hè? Hier zo. Ja, daar hoort in principe een kop op te staan, maar die past er niet. Dus dat is, paste die niet? Nee, die paste niet. Was die gekrompen door de regen? Nee, maatwerk, stukje maatwerk van mij. Oeh, foutje. En boven die kop daar zo, Patrick, die is ook helemaal aan het fladderen daar, hè? Ja, helaas wel. Als er eenmaal één gat in komt op die hoogte, dan is alles weg. Dus, ja. Want dat zou ook eigenlijk draaien dan? Ja. Alles zou gaan draaien. De schepen zouden een schommelbeweging maken. Ja. En de koppen zouden allemaal bewegingen in zichzelf hebben. De ogen, de snor. En is er nog een act bij, hè? Ja, een hele grote act hadden we nog voor. Dat we de Boemeldonk gingen veroveren, want dat was ons thema. Okay. Dus voor de wagen gingen ze een hakka doen en op de wagen gingen ze dan roeien. Okay. En dat kwam uit tot een feestgedeelte wat je nu hoort. Ja, dat is mooi dit, ja. Nou, in ieder geval, ik wens je nog, ondanks het slechte nieuws, nog een hele fijne carnaval. Ja? En we hopen dat volgend jaar beter weer, hè? Ja, dat komt hopelijk wel goed. Kan niet veel slechter. Nee, daarom. Nou, wij gaan langzaam terug naar de studio. Ja, welkom terug in de studio. Nou, je ziet ook weer hier dat ze van jongs af aan die wagens bouwen. En zoals je net al zei, de BAK is een beetje de speel in het veld. Maar die hebben ook zich heel erg voorbereid op een mogelijke doorgang van de grote optocht. Mm-hmm. Want die karren kunnen natuurlijk ook niet zomaar door elke straat heen, hè? Nee, zeker niet. Ik moet zeggen dat de BAK van Boemeldonk een heel draaiboek heeft. Dat is jaren geleden eens een keer vastgelegd. Toen er een overgang kwam van voorzitter op voorzitter van de Algemene Carnavalstichting. Naderhand is dat weer geperfectioneerd. En zo zijn we telkens dat aan het opbouwen. En onderdeel daarvan is dan hoe breed mag alles zijn, hoe hoog mag alles zijn. Wagens die hoger dan 11 meter zijn, krijgen puntenaftrek.
wagens die breder zijn dan een bepaalde breedte moeten worden aangepast. Omdat ja, de veiligheid ook boven alles staat. En iedereen ook zijn eerlijke kansen moet hebben. Precies, en wordt er dan ook in het straatbeeld het een en ander aangepast? Want ik heb ze wel eens aan de haal gezien met lantaarnpalen, geloof ik. Ja, ook een heel draaiboek. Elke lantaarnpaal staat erin, die omgedraaid moet worden. Behoorlijke blokkeringen worden weggehaald, zodat wagens beter de bocht kunnen nemen. Drempels worden uitgevuld waar nodig. Om als de bocht gemaakt wordt en men komt van de drempel af, ja, dan maakt hij toch een soort zijdelingse beweging. Dat wil je uitgevlakt hebben. Je kunt het niet zo gek bedenken als en er is over nagedacht. En dat doet niet alleen de Bix Carnaval Stichting. Nee, dat doen ook veel mensen daaromheen. Die wel eens even een tikje op de schouder geven bij iemand en zeggen, joh, hey, heb je daar al over nagedacht? En dan zijn we zo open en eerlijk dat we dat dan weer verwerken in het draaiboek en dat het opgenomen wordt. En dat brengt het niveau ook steeds hoger. Want uiteindelijk doe je het samen. En dat is het mooie eigenlijk. En dat is eigenlijk misschien soms wel tegen de stroom in van tegenwoordig. Is de handen ineens slaan. Dan kun je zien wat er teweeg gebracht kan worden. Precies. Het is daarmee ook een van de meest bekendste optochten hier. Sorry, ik ga even wat door. Ik hoor dat we nu weer teruggaan naar de Drielinden. Want er wordt op dit moment de cup met de oren uitgereikt aan de prins. Maar die komen eraan. En Vera, die mis ik ook nog. Hier zijn ze samen. Komt er lekker bij staan. Ja, wat beste boemeldonkers. Wat onze grootvorst al zei. Zulke dingen maak je niet vaak mee. Gelukkig niet vaak mee. Maar uit zulke dingen worden wel meer mooie dingen geboren. En iets heel moois, wat wij vandaag van die clubs hebben gehoord. Die cup, die wordt niet uitgereikt. Maar ze vonden toch dat één iemand deze cup moest ontvangen. En wel uit handen van de voorzitters van die A-clubs. En we gaan vandaag deze cup overhandigen aan onze grootvorst Prins Kaap, de 54ste. En ik kan uit betrouwbaar hart vertellen dat er niks zo mooier is als een optocht meemaken. En als je al één jaar grootvorst mag zijn en je hebt geen optocht, dat is heel erg duur. Maar hooguit, ik geef jou graag het woord, want ik denk dat jij een apentrotse hooguit bent en prins bent en een geweldige prins. En ik denk dat jij die mensen graag nog wat zegt. Ja. Dan sta je daar met je mond vol tanden. Ik zeg al, vanmorgen zaten we met die clubs bij elkaar. En toen werd er al zo wat gesproken. Ja, dat zal wel zo zijn. Maar ja, het is natuurlijk fantastisch. Maar wat ook zo fantastisch is in Boemerdonk is, ik heb twee kansen op een optocht. Ik heb gisteren namelijk een fantastische optocht mogen zien. Met Bo en met Lotte. Met mijn hele, hele lieve hofdames. Wij hebben, ja... Geef ook maar zo'n applaus, want die staan ook maar zo bij. Hè? Ook zij vonden het vreselijk dat het vandaag niet doorging. Maar wij hebben gisteren wel op die prinswagen mogen staan. Wij hebben door Prinsenbeek mogen rijden. Wij hebben prijzen mogen uitreiken. We hebben hier achter het schot mogen zitten. We weten precies hoe dat nu gaat.
Dus we hebben geen groot optocht gehad, dat is verschrikkelijk, maar we hebben wel een klein optocht gehad die ook in heel veel andere dorpen een hele grote optocht is. Dit gebaar vind ik echt fantastisch, echt heel mooi dat ik deze beker nu vast mag houden. Ik ga natuurlijk zorgen volgend jaar voor een cup teruggave. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar volgend jaar ga ik. Gaan we met z'n drieën, gaan wij die cup teruggeven aan een pak. Wordt vervolgens zeg ik maar. Maak er echt een heel, heel groot feest van. Alleen zoals dat een boemelong kan zijn. Dan zeg ik gewoon, leven de grote optocht, leven Boemelong! De beker is zojuist uitgereikt aan de hoogheid van Boemeldonk. Maar deze beker, daar zit een verhaal aan, hè? Daar zit een grote geschiedenis aan vast. Die beker is al uiteindelijk een keer in handen gekomen van de Beekse Algemene Carnavalstichting. Via een omweg. Het is een afgekeurde, en dat klinkt eigenlijk qua niveau niet gelijk met de optocht, een afgekeurde UEFA Cup. Die hebben ze opgekalfaterd en die beker is heilig in Prinsenbeek. Die wagens, zoals gezegd, kosten nou een kleine 20.000 euro. Er worden prijzengeld uitgereikt tot aan max 1000 euro is het volgens mij tegenwoordig. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die beker. Iedereen wil een keer in Boemeldonk die beker in zijn handen hebben gehouden. En ik heb het geluk gehad om hem twee keer ook in handen te hebben. En dat is een magisch moment, want je wordt nu nog altijd herinnerd op bepaalde momenten aan dat moment. En dat doe je samen. En je maakt het samen zo'n kwalitatief hoge optocht. Nou, en dan, als je dan een keer het geluk hebt, ja, dan is het your day. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Nou, de prijsuitreiking is er niet, daarover zo meer, want we gaan eerst weer kijken naar een reportage van één van de wagens. We zijn weer op een andere locatie aanbeland. Hier zowel op hetzelfde adres. We hebben een wereldreis gemaakt. En jullie staan achter de apenkoppen, hè? Dat zeg ik toch goed, hè? Ja, klopt. En jullie zijn de? Lolmakers, CV De Lolmakers. Heel veel lol gemaakt natuurlijk van tevoren. Zeker, heel veel lol. Een beetje jammer dat de lol er nu een beetje vanaf is, ja. Maar nee. Hoe is het bij jullie binnengekomen? Ja, toch wel hard. Het zat er natuurlijk al wel aan te komen afgelopen week. Ja. Maar ja, dan hoop je toch dat het toch nog door gaat gaan. Maar ja, helaas niet mogelijk. Nee. Ja. Dan hoop je stiekem nog dat er dinsdag nog iets gedaan kan worden. Maar er zijn al gewoon te veel wagens kapot. Dat, We kunnen er even naar kijken hier zo. Want wat is jullie thema? We hadden Boemeldonk verguld. Je kunt ook wel zien, hè, allemaal goud? Ja, allemaal goud aan de achterkant. Dus aan de voorkant allemaal kleur. Dat laat eigenlijk Prinsenbeek zien. Dus heel het jaar door een kleurrijk dorp. Maar dan met carnaval wordt het toch nog iets mooier. Dus dan gaat het allemaal glimmen en wordt het goud. Dus ja, dat was ons thema. Dat is eigenlijk een soort carnavalsfabriek met een grote kop voorop in kleur. En dan allemaal tandwielen. Ja. En achterop dus allemaal goud. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? We zijn in augustus begonnen. Begin september. Begin allemaal in augustus, geloof ik. Ja, erg, hè? Ja, ja. Daarvoor zit natuurlijk nog heel te... Erg? ja, je moet maar iets te doen hebben, toch? Ja, je bent ermee van straat. Precies, ja. Nee, we zijn in augustus echt begonnen met bouwen, begin september. En daarvoor natuurlijk al het hele ontwerpproces. Wat natuurlijk ook wel wat tijd kost om een tekening voor elkaar te krijgen. Ja, en het is toch zonde dat je dan niet kan rijden. Maar wel begrijpelijk natuurlijk heel veel. En hoe groot is jullie club? We zijn met 14 man en hebben nog wel wat helpers daarnaast van andere oude clubs. En hoe lang bestaan jullie? Dat is een hele goede vraag. Een jaar of 18, 19 volgens mij. Ja. Dus ik ga richting een 22-jarig bestaan over een paar jaar. Oh, mooi. Hey, en wat gaat er nou mee gebeuren? Ja, we zijn aan het demonteren. Dus er ligt natuurlijk voor kapitaal aan muziek in. Dus die moeten er nu allemaal zo snel mogelijk uit, zodat dat niet kapot gaat. Maar er zitten natuurlijk allemaal dingen voor, dus die moeten er eerst allemaal af. Ja.
En dan gaan we woensdag afbreken. Dus hopen dat er nog iets van over is. Dat er niet iets gebeurt de komende dagen. En dan papier eraf en slopen. En dan weer opnieuw beginnen waarschijnlijk in augustus. En gaan dan weer een ander thema zoeken natuurlijk. Hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk wel dat we iets anders Want dit hebben we nou weer gezien, hè? Precies, ja. De verrassing is weg, precies. En je krijgt het toch nooit heel naar beneden. Zeker niet als alles nat is. En, en het valt hier nog mee, vind ik. Als je andere clubs ziet, we staan hier nog redelijk beschut. Maar jullie gaan ook naar het verboederingsfeest? Ja, straks om 3:00. Ik denk dat iedereen... Gaan we dan ons verdriet verdrinken, hè? Precies, nemen we er nog eentje. We kijken nog even naar een stukje van de wagen en dan gaan we weer terug naar de studio. Ja, wat een prachtige wagen weer. Zonde. Er is dit jaar, mede omdat de wagens allemaal al zo kapot zijn, geen prijsuitreiking. Daar hadden we het net al even over de beker. Hoe gaat zo'n prijsuitreiking, of tenminste zo'n beoordeling normaal gesproken in zijn werk? Normaal gesproken is het zo dat de jury niet op de bouwlocaties mag komen tijdens het bouwseizoen. Zij moeten zo onafhankelijk mogelijk blijven tot aan de zondag. Op zondagochtend rijden zij op een fiets rond om toch alvast een indruk te krijgen van wat komen gaat. Want ja, je kunt je voorstellen als je een wagen nog nooit hebt gezien en je moet in één flits je beoordeling kunnen doen. Ja, dan moet je dat wel gegrond doen. Want clubs zijn vanaf augustus, je hoort het, bezig. Ja, dan wil je toch ook wel zo goed als mogelijk daar een kwalitatieve beoordeling aan geven. Dat doen ze op bepaalde categorieën. Carnavalesque, algemene indruk is een onderwerp. Originaliteit, kwaliteit en presentatie, zoals wij dat noemen. Die worden op bepaalde momenten in de optocht beoordeeld, opgeteld aan het einde. En dat geeft een puntenaantal wat jouw rangschikking bepaalt. Precies, nou gaan we de wagens dit jaar eigenlijk niet zien. Gelukkig hebben wij een aantal reportages die we al voorbij zagen komen voor jullie voorbereid. En de volgende staat alweer klaar. Hallo belangstellende grote optochtkijkers van Boemeldonk. We zijn inmiddels aanbeland bij CV de Japjuinen. Een club in de A-categorie die al een aantal jaren meedoet. Dit jaar het thema had, wij doen het licht wel uit. Dus het leek ons heel erg goed om daar eens ook langs te gaan als laatste. Zodat ze het licht uit kunnen doen. Maar ik hoop dat ze het toch ook nog aandoen. Kun je beschrijven, Koen, wat jullie gemaakt hebben dit jaar? Ja, nou ja, zoals je net zelf al aangeeft, wij doen het licht wel uit. Nou ja, waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Het is natuurlijk, wij doen het licht wel uit. Dat is eigenlijk een soort spreekwoord wat je in de kroeg zegt. Van wij gaan als laatste naar huis, Kastelein, we doen nog eentje en dan zorgen wij wel dat het licht uitgaat. En ja, dat typeert wel de Japjuin, hè? En vandaar dat wij bij dit idee zijn gekomen. Hè? Dat gebeurt vaker bij jullie dus? Tegenwoordig wel iets minder dan voorheen, maar het gebeurt nog regelmatig. We kwamen net in de schuur en er werd al voldoende gelachen en voldoende versnaperingen genomen. En je ziet al dat de positieve vibe er al in zit weer, of niet? Ja, tuurlijk. Nou ja, dan moet ik heel eerlijk toegeven, bij ons heeft de negatieve vibe er niet echt ingezeten. Wij gingen, want je doelt denk ik op dat nieuws van gisteren of van vanochtend dat het niet doorgaat. Wij gingen er eigenlijk al min of meer vanuit. Wij hebben het ook zelf het weer goed in de gaten gehouden en we waren er wel op voorbereid, zomaar zeggen. Dus weten, ze zijn altijd positief blijven. Je moet er een moois van maken, hè? Ik bedoel, niemand is hierbij gebaat. Dus, En ik zie ook spanbanden naar de top van de wagen gespannen. Kun je een stukje uitleg geven over de constructie, over het doel daarvan, et cetera? Ja, we zijn op 11 meter hoog, over heel de lengte zijn we 11 meter hoog. En in de top hangt er ongeveer 4,5 ton gewicht. Dat is best wel zwaar, zullen we maar even zeggen. Die lampen die gaan eigenlijk, was de bedoeling dat die zouden gaan zwaaien. Omdat de top zo zwaar is, vangt het veel wind. En vandaar ook dat wij afgelopen nacht nog spanbanden van de top naar beneden hebben gehaald, zodat de wagen een beetje geschort staat. En dat die wat veiliger voor de wind staat. Dus daar hebben we vannacht nog mooi wat uurtjes aan besteed. En heb je een idee wat voor windsnelheden of windkrachten hier nou op dit moment wordt? Dan moet ik heel erg toegeven dat ik niet zo heel veel verstand heb van weersverwachtingen, et cetera. Maar hoe ik heb begrepen, hoe we vanochtend zijn ingelicht, zou het ongeveer 100 km per uur gaan, windstoten dan. Dus dat zal nu niet het geval zijn. Maar ik denk dat wel dat een verstandig besluit is geweest om niet te rijden. Denk. Dat is het algemene verhaal ook wel wat ik terug hoor. De mensen die vinden het ontzettend jammer. Mensen staan met tranen in de ogen. Die hebben emoties erbij. Maar veiligheid voor alles dus. Ja, zonder twijfel. Je wilt het niet op je geweten hebben dat er straks je wagen omwaait. Of dat er iets afbreekt en dat er mensen onder staan. Want hoeveel mensen staan er op zo'n wagen?
Bij ons zouden er 24 man opkomen en twee erin, die dan de beweging en het geluid doen. Dus in totaal zou het met 26 man zijn op de wagen. Dus dan hoop ik dat die 26 in ieder geval aansluiten in de drie linden straks. En een goed feestje nog van maken, zodat we toch nog een beetje positief de carnaval kunnen voortzetten. Toch? Koen, bedankt. Graag gedaan. Succes nog. Ja, van harte welkom terug. Mocht u net inschakelen, u kijkt op dit moment naar de ingelaste programmering in verband met het aflassen van de optocht in Boemeldonk. Vandaag laten wij door middel van een aantal reportages de wagens, zover ze nog overeind staan, aan jullie zien. Naast mij zit eigenlijk de grote kenner en degene die normaal de optocht presenteert, Frank. Frank, ik hoor heel vaak terug dat woensdag de dag van het slopen is. Dat is iets wat de wind en de regen op dit moment al een beetje aan het doen is. Maar dat klinkt als een moment, iets waar we vaak niet bij stilstaan. Ja, dat is een moment zeker. Meestal is het zo dat de wagens na de optocht de markt op worden gereden. Daar worden ze tentoongesteld. Kan iedereen nog op maandag met kleine kinderen rondom de wagens lopen. Nog extra ervan genieten, indruk daarvan krijgen, wat erbij komt kijken. En op dinsdagochtend is het normaal gesproken een wegrijochtend. Dan is het tegenwoordig eigenlijk een soort tweede optocht. Want dan staan er ook straten vol die toch nog even een glimp willen zien van de wagens. Dat is dit jaar dus ook niet. En op woensdag begint dan het sloopverhaal. Het fijne is wel van het slopen dat het bouwen eigenlijk van september af augustus, hoor ik ook, tot aan februari duurt. Maar het afbreken is vaak 2 weken. Of zelfs een week. Dus dan wordt al heel snel alles afgebroken. Want als dat ook eenzelfde termijn zou zijn, nou weet ik als bouwer, dan ben je er ook wel, klaar mee. En dan moet je ook op zomervakantie kunnen. Hè? Precies. Dus het is eigenlijk een soort after gezellig met de club bij elkaar, of zijn dat meerdere verenigingen? Nee, het eigenlijk clubs aan zich. Die met een halve kater nog de wagen aan het afbreken zijn. Ja, dat hoort er ook dan bij. Hè? En dan tijdens het afbreken de verhalen wederom vertellen wat er allemaal niet gebeurd is tijdens carnaval. En dat zijn ook weer hilarische momenten. Precies. Nou, de wagens staan er nu nog zo goed en zo kwaad als het weer ze heel hebben gehouden. Wat het ook mag zijn. En als het goed is, staat er alweer een volgende reportage klaar van een van de andere bouwers. Belangstellende van de grote optocht in Boemeldonk. Boemeldonkers, ik sta naast Pieter Tirke van de Nachtbrakers en de voorzitter van de Nachtbrakers die bij hun feestbeest staan. Had ook mee moeten rijden in de grote optocht. Had een groot feest teweeg gebracht. Misschien is het leuk om de achtergrond van die wagen toch te vertellen dat ze toch nog een klein beetje hun aandacht, hun finest moment krijgen. Kan je uitleggen waar de wagen over gaat? Het gaat over het feestbeest. De wagen beeldt een leeuw uit in dit geval. Het idee is, hij komt naar Boemeldonk en hij brengt hier het feest tot leven. Hij ontwaakt hier. Dus we proberen hem in het begin even te temmen en dan is hij niet meer te houden. Dan draait alles om naar het feestelement. De showgroep gaat bewegen als één groot feest. Dat is onze wagen dit jaar. En Pieter, als je kijkt naar deze wagen, jullie hebben verschillende A-wagencreaties gebouwd. De hoeveelste is het eigenlijk? Dit is onze 9e A-wagen, als ik het goed heb. Wij rijden al 13 jaar mee in de optocht van Boemeldonk. Dit is de 9e A-wagen. Een ontzettend mooie wagen wederom. Al zeg ik het zelf natuurlijk als trotse bouwer. Hij is mooi in elkaar gekomen. Helaas blijft hij hier dan staan momenteel. Ja. Wat me opvalt is dat de regen en wind behoorlijke schade zal hebben toegebracht. Kun je eens vertellen hoe die wagen is opgebouwd? Deze wagen opgebouwd, natuurlijk begint het allemaal bij constructie. Het moet allemaal veilig zijn in de zin van welk constructiemateriaal ga je gebruiken om het zo stevig mogelijk te maken. Nou ja, daarna wordt er vorm omheen gelegd met dun betonijzer en vormijzer. Dan wordt er met gaas worden nog de laatste vormpjes erin gelegd, kippengaas. Waarna er een bruine laag papier overheen gaat en een witte laag papier. Om vervolgens te kunnen gaan spuiten met een waterverf. En daarna vernissen om te voorkomen dat als het hard gaat regenen, dat het allemaal loslaat. Maar ja, deze weersomstandigheden zijn dusdanig extreem dat er is eigenlijk geen hou aan. Op een gegeven moment als er een gat in komt en het wordt nat en met wind erbij, dan laat het los, helaas. Ja.
En als je kijkt naar de hele organisatie aan zich, hè, wat weegt eigenlijk zo'n wagen? Even dat. Nou, ik denk dat Roy daar het meer over weet. Die weegt bijna 20 ton deze. 20 ton. Dus het ballastgewicht onderin misschien en dan daarbovenop de vorm? Het onderstel zelf weegt al 10 ton bijna. Volgens mij 8 of 9. En dat is natuurlijk ook met een heleboel extra gewicht onderin. Het tussenblok is iets van 4,5 ton. De hoofdkop is 1,3 ton. En ja, dan heb je nog allerlei apparatuur en weet ik van niet er allemaal in zitten. Dus je gaat al echt richting de 20 ton met zo'n wagentje. En jullie negende A-wagen, creatie, had allemaal moeten gaan bewegen. Kun je uitleggen welke bewegingen dat er in die wagen zitten? Ja, dit jaar hebben we vooral de focus op de hoofdkop gelegd en op de pootbeweging. Dus we hebben 4 poten aan de zijkant die ook echt gaan lopen als een leeuw. De hoofdkop, de mond kan open, de neus zelf kan nog net ietsjes omhoog, de ogen bewegen uiteraard. En aan de zijkant komen roltongen naar buiten gevallen. En dan wordt hij echt op dat moment 6,5 meter breed. Bovenop hebben we de kroon. Die draait beide richtingen uit. Die gaat van een kroon, draait hij naar een feestelement. En naar binnen blijft ook nog een deel draaien. Zodat je dat diepte-effect creëert, dat echt alles beweegt eraan. En alles is gedacht, behalve aan deze storm. Want daar kun je bijna niks tegen doen, hè? Nee, dat is onmacht. Je hebt één ding niet in de hand en dat is het weer. En helaas is het dit jaar slecht weer. Het is balen, enorm balen. Natuurlijk sta je 5 maanden in de schuur. En je wil natuurlijk dat ding laten zien aan het publiek langs de kant. En aan elke belanghebbende. En helaas staat hij hier, maar carnaval gaat gewoon door. Zo is het. Laten we daarmee afsluiten. En in ieder geval namens de nachtbrakers een feestje van maken. Dankjewel. Ja, Frank, ze hadden het hier ook al over vele bewegingen. Zitten er nou mensen in de wagens of hoe gaat dat eraan toe? Ja, dat lijkt af en toe wel zo. Er zijn soms wagens bij die 30 bewegingen hebben per stuk, dus per wagen. Die bewegingen die worden hoofdzakelijk allemaal volautomatisch aangestuurd. Er zijn PLC-besturingen op de achtergrond ingeprogrammeerd om op het juiste moment dat kopje om te laten draaien. Ik weet bijvoorbeeld bij CV de Simcus hebben ze Showtime als thema. Die willen op een bepaald moment een opbouw krijgen in hun wagen, in hun muziekstuk. En op een bepaald moment moet een pop naar boven komen. Nou, dat wordt in combinatie met de muziek ingeprogrammeerd en aangestuurd. Ja, dat kun je dus niet met een hendeltje even aansturen. Want je hoort ook de gewichten die zo'n wagen heeft. Ja, dat gaat niet om een paar kilo. Nee, daar moet je spierballen voor hebben. Ja, dan. Maar alles wordt dus helemaal volledig geprogrammeerd. Maar op volledig die systemen staan nu ook, zeg maar, exposed aan de elementen, zeg maar. Ja, ik heb al wel gezien dat er heel veel uit de wagens al gehaald is. Dat er preventief plastic zakken en dergelijke eroverheen gelegd zijn. Vanochtend werden al de boxen voor de muziek en ook de aansturingen eruit gehaald. Voor diefstal, want 's nachts zit er nooit iets in de wagen. Dus kom niet daarvoor langs Boemeldonk, want ook daar is aan gedacht. U zei het gewaarschuwd. En daar heeft geen schade gelukkig. Gelukkig maar. Ja, want we zien in de reportages die we vandaag al zien ook weinig beweging. Hier en daar nog wat muziek. Maar ik ben blij dat we in ieder geval een aantal groot aantal van die wagens in beeld kunnen brengen. En ik heb begrepen dat de volgende video inmiddels al voor jullie klaarstaat. Wederom, goeiedag tegen alle Boemeldonkers belangstellenden van de Boemeldonkse optocht. Inmiddels zijn wij aanbeland in de bouwschuur, dan wel opbouwlocatie van CV de Black Eagles. De oudste vereniging, kijk met een schuinoog naar Vera van de Kieboom van Boemeldonk. Jarenlange deelnemer, kent de geschiedenis als geen ander. We zijn bij wat andere clubs al geweest, daar hebben we de verhalen al gehoord wat er dit jaar is gebeurd. Het leek ons ook leuk om in ieder geval de Black Eagles aan het woord te laten. En eens te kijken van joh, welke ervaringen hebben zij? En welke leuke dingen kunnen we er ook uitpakken? Want ja, carnaval moet ook vooral leuk zijn. Vera. Ik heb begrepen dat het een behoorlijke klap is, dat het niet mee zit vandaag, dat hij niet gaat rijden. Het is gewoon een drama voor alle vrijwilligers, bouwers, iedereen. Er zit zoveel energie in.
Er zit zoveel energie in Frank. En gisteren als je dan hoort van we gaan hem aflasten, dan denk je eerst van oh, het zal toch niet gebeuren. En iedereen verdrietig. Vanochtend word je wakker. En dan denk je, het is de beste beslissing ooit. Want ja, het is te gevaarlijk. Ja. Niet alleen voor de mensen op de wagen, maar voor alles en iedereen. Gisteravond sprak je over. Ja. Ik heb al iets in de wandelgang gehoord. Ja. Kun je beschrijven wat er gebeurde? Ik ga dat proberen uit te leggen. En dat was zo'n beleving. Daar had je eigenlijk bij moeten zijn, Frank. We kwamen hier terug op de Lint toen wij dus van de vergadering afkwamen en de klap was gegeven. De optocht ging niet door. Er zit natuurlijk best wel wat kosten, heeft iedereen gemaakt. Ook qua muziekhuur en heel de reutemeteut. Dus wij dachten... Waar praat je dan over? Aan totale kosten van zo'n wagen? Dan moet ik dan de penningmeester maar duizenden euro's. En toen dachten we, nou joh, die muziek die is gehuurd. Dat is ook een kleine €800, geloof ik. Dus we dachten, nou, voordat het morgen teruggaat, moeten we wel even testen of het dat doet. Toen gebeurde er iets. Dat was echt onbeschrijfelijk. Zo bijzonder. Op straat, lotgenoten, alle bouwers, schoven aan. En iedereen deed zijn dansje van de wagen. De wagen die naast ons staat, van de dwarsliggers, die lieten de bewegingen zien. En een traan is er gevloeid en uiteindelijk ook een enorme glimlach van trots. En dat was heel mooi. Dat is dan toch weer Boemeldonk, hè? Ik moet ook echt zeggen, de blijdschap zie je vaak in terug, maar ook het verdriet. Ja. En we zien het letterlijk bij iedereen gebeuren. Ja. Maar we zijn ook krachtig in het samen zijn. Niet normaal, zo bijzonder. Je bent gewoon één. En ik denk deze avond van gisteren, die gaat ook echt de boeken in. Want ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. En achter iets verschrikkelijks blijft ook iets heel waardevols hangen. En als je kijkt naar de geschiedenis. Jullie als Black Eagles zijnde hebben voor de... Dit was onze 37e A-wagen, Frank. En altijd heeft zijn doorgang kunnen vinden. Ja. Ja, we hebben één keer op dinsdag gereden. Dat was in 1993. Toen hebben we op maandag met carnaval nog staan plakken. En dat was ook een hele vreemde, rare carnaval. En dat is nu ook echt. Dus het is gewoon... Carnaval is natuurlijk feesten met z'n allen en alles. Maar die optocht, ja. Dat is het. En nu hebben we dat niet. En nou is het gewoon zondag. We hebben hartstikke veel worstenbrood over eten, want er moest allemaal mee de wagen op. En nou staan we gewoon hier, Frank. Het is zo bizar. Maar ik weet wel één ding zeker. We gaan er wel een hele mooie carnaval van maken. Zonder meer. En ik heb begrepen dat daar de Zimkes onder andere hun beste steentje aan bij gaan dragen. Ja. Ik hoop dat we met z'n allen daar nog kunnen gaan genieten. Ja. Een pilsje kunnen drinken. En daar vanuit het teleurstellende dubbel zwart terug kunnen komen. En we hebben het treft ons allemaal. Dus, en ook de groepen, hè? Want we hebben het allemaal over de wagens. Maar die mensen hebben ook hun knutsel en hun pakken en alles gedaan. Ja. Ik word er een beetje emotioneel van, Frank. Ja, nee, dat is mooi, Vera. En het gevoel wat jij hebt en op beschrijft, dat voelen we allemaal. En zeker als je in die schuren komt. Je hebt gewoon een rouwstemming waar je haren echt overeind van gaan staan. Maar we gaan er... Naar de toekomst in ieder geval iets beters van maken. En voor nu gaan we er gewoon een heel groot feest van maken met z'n allen. Zo is het. Dankjewel. Ja, welkom terug in de studio. Ook weer een indrukwekkende video van een bijna verwoeste wagen. Nou zijn er een hele hoop wagens, bouwgroepen, loopgroepen die niet mee kunnen met de optocht. Maar het is ook voor de prins... Natuurlijk een beetje dubbel zuur. Prins Kaaf, die één jaar hoogheid mocht zijn. En die heeft veel voor de vereniging ook betekend, hè? Zeker, zeker. Prins Kaaf is een muzikale prins. Kaaf heeft naast zijn fysiotherapie... is hij in het hobbygebeuren voorzitter van het Kapellenfestival. Hij is lid van de Senaat. Hij is lid van de carnavalsclub. Die is... Eigenlijk continu overal bij betrokken. En je zegt het heel goed, je mag in Prinsenbeek één jaar prins zijn. Ja, en als dan in jouw jaar de optocht niet doorgaat, wat eigenlijk het kroonjuweel is van carnaval,
ja, dat is dat heel erg zuur. En ik denk dat ze dat in de Drie Linden op een perfecte manier hebben opgelost. Ik zag de beelden, het respect wat naar elkaar toe uit wordt gesproken. De burgemeester die de juiste woorden maakt of brengt. Dat doet ons in Prinsenbeek heel erg goed. Hè, dat is toch een teken dat er draagvlak is, ook op politiek niveau, voor deze optocht. En dat moet dan een basis zijn voor een betere, goede carnavalseizoen volgend jaar. Precies, dat is een beetje een zwarte bladzijde, maar laten we hopen dat de grote beker die net aan de prins is uitgereikt, dat hij een mooi plekje krijgt. En dit gaat nog wel even lang in de geschiedenisboeken van Boemeldonk rondzweven. We hebben ondertussen de volgende video klaarstaan, dus kijk mee naar een van de wagens. Ja, we zijn weer naar de volgende locatie gegaan hier op Boemeldonk. En we staan nu bij welke carnavalsgroep? Zeven Ben de Gek. Ben de Gek. Ja. Hoe zijn jullie binnengekomen? Ja, het is natuurlijk het is heel zonde. Je werkt een heel jaar werk je daar naartoe. En als je dan vervolgens niet mag rijden, dan is dat balen. Ja, het liefst had je gehad dat het mooi weer was. Maar met dit weer hebben we ons er op een gegeven moment ook wel redelijk snel bij neer kunnen leggen. Voor ons hangt er eigenlijk relatief weinig vanaf. Omdat wij niet voor de prijzen rijden nog of iets. Dus ja, ik denk dat we het nou allemaal geaccepteerd hebben. En het is de beste beslissing die ze in deze situatie konden maken. Dus, dat was vandaag wel te merken, hè? Zeker te merken. Ja, je ziet het ook. Ja, het is, Hoe lang zijn jullie nou mee bezig? Ook vanaf augustus? Ja, meestal in de herfstvakantie dan. Dan jullie wat later? Ja, we beginnen natuurlijk al wel eerder. Kijk, ik en Martijn, we zijn al in de zomervakantie al druk bezig met het idee. Ja. En aan het einde van de zomervakantie moet dat idee al klaar liggen wel, ja. Ja, en dan kan alles geregeld worden en dan is vakantie, dan beginnen we. Dus hoeveel bouwers zijn jullie? We zijn nu 19. 19 man? 19 man. Ja, 19 bouwers. Ja. En hoe lang bestaan jullie? Ja, we zijn in groep 4 begonnen. 2004. 2004, dat is al een tijdje, hè? Al behoorlijk tijd. Je jong begonnen? Zeker. We zijn, ja, we was zijn... De klas, we zijn op de basisschool zaten we bij elkaar in de klas en toen zijn we... Eerste kinderoptocht? Eerste kinderoptocht, zeker. Is met hulp van de ouders op een gegeven moment steeds meer zelf. Ja, en nou... Dus op de A-categorie, hè? Bouwen in de A-categorie. Wat was jullie motto? De prachtwacht. Wij wilden eigenlijk uitbeelden dat de pracht die wij hier in Boemeldonk hebben, het mooie van het feest, dat wij dat eigenlijk het hele jaar door beschermen. En tijdens carnaval onthullen we dat. En dan zou de poort die wij hiervoor op de wagen hebben, die zou naar beneden komen. En dan zou je zo de schatkamer in kijken. Nou ja, door de wind hebben we die poort eigenlijk al vast moeten zetten. Dus dat show-element was al vrij snel was dat weg. Dus, hoe verzinnen jullie het elke keer? Ja, gewoon. Ja, dat er is heel crea-beas van Boemeldonk. Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Een beetje bier en dan... Dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Ja. Oké, in ieder geval, jullie gaan drinken ook nog even naar de Drie Linden direct. Ja, zeker. Zeker. Ja, dat is wel mooi. Even met broedering. Elkaar. Juist. Zal wel heftig zijn. Ja. Dus zeker voor de prins, hè? Ja, ook voor hem balen natuurlijk. Ja, we hebben Bo als hofdame dit jaar. En die sprak dan gisteravond ook nog even. Maar die baalt er ook wel van. Die had ook heel graag nog op die wagen gestaan en de grote optocht meelopen. Ja, dat is voor niemand leuk. Ja. Nee. Dat is echt... We proberen er toch een mooie kant van te maken, zeker, hier zo. We sluiten af met hele mooie beelden van een verwaaide wagen. Ja, ja. En met die beelden gaan wij terug naar de studio. Ja, en met deze laatste beelden van deze bijna verwoeste wagen komt er ook een einde aan onze noodprogrammering in verband met het aflassen van de optocht in Boemeldonk. Frank, hartelijk dank dat jij mijn tafelgast was vandaag voor al je insights. Ik denk dat we, ondanks dat we niet alle wagens hebben kunnen zien, in ieder geval heel veel hebben mogen leren over de achterkant van de optocht. Graag gedaan. Ik dank sowieso Elisabeth TV en natuurlijk Chris voor de reportages op locatie. Mijn naam is Bram en ik dank jullie hartelijk en ik zie jullie graag om 17:15 terug bij het Zotte Zangkot. Tot straks.